We zijn bezig onze molen te restaureren. Ze waren altijd op zoek naar een mooie plek voor ons schip waar we op wonen. We wonen op een oude zeetjalk. En op een van onze zwerftochten kwamen we deze molen tegen. Die stond er ontzettend zielig bij. Die was vreselijk verwaarloosd. En we wisten toen nog niet dat hij te koop kwam. Dat hoorden we eigenlijk pas een weekend later toen we hier aan het zoeken waren. Toen kwamen we door een buurt en we hadden bij een huis gekeken. Toen liep er een meneer met een hondje. En die zei van zoekt u iets? En zo is het eigenlijk gekomen. Die heeft ons op het spoor van deze molen gebracht. En die bleek al 4 jaar lang te koop te staan. Toen zijn we naar de gemeente gestapt. De gemeente West-Hellingwerf. Die zit in Wolvenga. En toen hebben we van onze plannen verteld dat we de molen wilden restaureren. En graag met het schip bij de molen wilden liggen. En toen zijn we in een bestemmingsplanwijziging verzeild geraakt. En uiteindelijk is het nou allemaal rond gelukkig. En is de restauratie nou in volle gang. Nou, dit is de lange spruit. Die moet zo meteen omhoog de molen in. Daar zijn ze al druk mee bezig. We hebben hier geen hijskraan, dus dit is heel bijzonder. Dit gebeurt hier echt met ellebogenstoom. En zoals je ziet, het is een heel veel gedoe om omhoog te krijgen, maar het gaat heus wel lukken. Hoe zwaar is die balk? Ja, hij is 1500 kilo, haalt er wel. 1500 wel, haalt hij wel? Best wel spannend, want de lange spruit moet nu op zijn plek gebracht worden. Die moet zo meteen eerst horizontaal maken ze hem. En dan hijsen ze hem voor de as onder de molenkop. En dan gaan ze hem langzaam naar binnen schuiven. En dan moeten ze alle stapeling die nou onder de askop zit, moeten ze verwijderen. Dan laten ze hem eerst op de lange spruit steunen. En daarna gaan ze dat allemaal verplaatsen. En zo schuiven ze hem voorzichtig naar binnen op zijn plek. Hier een plaatje. We precies zien met welk hout welke balk ze bezig zijn. De lange spruit, dat is deze grote lange balk die hier door de kap loopt van de molen. En die wordt er nou nieuw ingezet. Die dient voor het kruien van de molen. Kijk, ik zie hier de schoren aan zitten. Je hebt achter hebben we ook nog een korte spruit zitten. Die kun je op deze plaat nou helaas net weer niet zien. En die zitten allemaal vast achter aan een lange balk. En daarop zit een lier. En met behulp van die lier kun je die molen kruien. Dan kun je de hele kap ronddraaien en de wieken goed op de wind zetten. Daar is het voor. Ja, maar je staat er nou samen takelt, zien, Ken. Hij moet letten, hij moet zo heeg mogelijk hengen. Takelt. Ken? Harry? Ja, hij kan wel trouwen. Kom maar. Nou ja, we hebben de hele operatie hebben wij mijn handkracht dient. Dus we hebben mijn handentakels, hebben de voeghouten, de kwartenspruit, deze lange spruit dus. Hebben we mijn handkracht naar boven gebracht in verband van we zitten hier in het natuurgebied. We kunnen geen kraanje krijgen, net een grote kraan die tussen balken boven krijgt. Dus we dat maar weer op een ouderwetse manier, zoals het vroeger ik deed. Ja, dit is prachtig werk nou. Dit is gewoon magnifiek als je dit wel mooi hier. Het is een supermooie klus voor ons. Oh,
Maar ik denk toch wel behoorlijk gek dat je eigenlijk moest zijn, want de molen heeft al ruim 4 jaar te koop gestaan voordat we langskwamen. En al die tijd wou niemand hem hebben, dus ik denk dat je toch wel tamelijk gek moet zijn. Ja. Heel veel mensen, dat is ook de reactie van een heleboel mensen trouwens die hier langskomen. Die zien de molen en die zeggen dan, waar bent u nou mee bezig en ziet u het zelf nog wel zitten. Dus en dat is nog wel grappig. Nou, het gat waar ik nu sta, daar komt over een jaar ongeveer al het water weer doorheen te stromen. Zodat de polder hierachter weer wat drogere voeten krijgt.